Er is niemand die er vandaag nog aan twijfelt dat energiezuinig bouwen en leven een noodzaak zijn. De vraag naar lage energiewoningen en passiefhuizen stijgt. We hebben gekozen voor een passiefhuis omdat we begaan zijn met het milieu. Passiefhuizen zijn huizen die minder energie verbruiken. En om de klimaatopwarming een halt toe te roepen, moeten we minder CO2 gaan uitstoten. Maar hoe vertaalt zich dat in de vertrouwde Belgische bouwtraditie? Naast het energiezuinig zijn van de woning is ook de levensduur van belang. Vandaar dat we gekozen hebben voor massieve, duurzame bouwmaterialen. Bovendien is het ook gemakkelijker om aannemers te vinden die een jarenlange ervaring hebben met het verwerken van bakstenen. Wienerberger, baksteen- en dakpannenspecialist, en Rectisel Insulation, producent van polyurethaanisolatie, werkte samen aan een oplossing. De bouw van dit massief passief huis is op zijn minst grensverleggend. Het is de eerste echte massief bouw met duurzame keramische bouwmaterialen en harde isolatieplaten. De opbouw van de wanden speelt hier een belangrijke rol. We hebben hier gekozen voor een klassieke geïsoleerde spouwmuuropbouw. Dit wil zeggen dus een traditionele bouwmethode. De binnenmuur bestaat uit een gelijmde porotermsteen. En voor de gevelsteen heeft de bouwer hier gekozen voor een agora van Terka. Tegen de binnenmuursteen wordt een dubbele geschrankte laag Eurowall isolatieplaten van Rectisel Insulation voorzien in combinatie met een luchtspouw. Het grote voordeel zit hem hier in de plaatsbesparing. Door het gebruik van deze panelen kun je voor een gelijke isolatiewaarde uw muur 10 cm dunner maken dan met andere isolatiematerialen. Maar is de meerprijs van een passief huis wel de moeite? De meerinvestering bij het bouwen van een passief huis wordt vrij snel terugverdiend gezien de inspanningen van de overheid, zijn de subsidies en belastingsvermindering, maar ook de enorme prijsstijging van onze energiefactuur. Een andere verbetering betreft het woon- en leefcomfort. In een passief huis moeten we luchtdicht gaan bouwen om lekverliezen tegen te gaan. Die luchtdichting in deze woning wordt bereikt door ons binnenpleisterwerk. Daarnaast hebben we een uitgekiend ventilatiesysteem, een balansventilatie met warmterecuperatie. De verwarmingskosten zullen teruggedrongen worden tot 100 à 150 euro op jaarbasis. Dat is dus net hetzelfde bedrag als dat wij nu betalen op maandbasis in ons huidige huis. Het wordt een moderne, compacte woning, zonder futuristisch aan te doen. Voor de dakisolatie wordt gebruik gemaakt van Powerroof isolatieplaten. Powerroof leent zich uitstekend voor het gebruik in passiefhuizen. Omwille van het feit dat het zeer goed isoleert, kunnen wij dus beperkt in opbouwhoogte werken. En door middel van het feit dat de plaat bovenop de constructie geplaatst wordt, zorgt dit voor een doorlopend en luchtdicht isolatieschild. De dakbedekking bestaat uit vlakke Actua kleidakpannen met geïntegreerde fotovoltaïsche zonnepanelen van Corasun. Voor de gevel viel de keuze op de Agora zilvergrijs in combinatie met de titaangrijs hevelstenen van Terka. Door zijn thermische inertie neemt de baksteen de warmte traag in zich op en geeft deze opnieuw traag af. Wat belangrijk is in de koudere periodes. Dus de keramische binnenmuursteen die fungeert eigenlijk als een soort natuurlijke thermostaat. Die zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en weinig grotere temperatuurschommelingen. Massief-passief bouwen verenigt het beste van twee werelden. Alle energiezuinige voordelen van het passief concept en het comfort en de duurzaamheid van het bouwen met baksteen. Voor alle info, nieuws en het fotodagboek van dit massief passief huis, surf naar massiefpassief.be. Ontdek de groene bouwrevolutie van Wienerberger op Batibouw, Paleis 5, stand 309 en win Terka baksteen en keramiek kleidakpannen voor uw eigen massief passief huis.